Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Cage Lock met Shinies van met zijn rank van Gamers Bay. Ja, dit is misschien een beetje lullig gezien vorige aflevering. Maar ik had het al in mijn hoofd. En ik wist niet wat er vorige aflevering zou gaan gebeuren. Is het een shiny fail dis? Ik mag niks zeggen van mijn advocaat. Ja, dus. Heb ik hem uitgezet? Nee. Het is geen shiny. Oké, het is geen shiny fail dis. Technisch gezien. Miss 6 Pokémon, hè? Doe even normaal. En ook nog Pokémail is het toch? Pokémail? Nee, man. Oh. Pokémon, hè? Battle van de Water Tribe? Oh, die ken ik. Dat is van die. Van die Water Tribe is dat. Oh. Nee! Kan je niet gewoon een Pokémon Strength leren? Ik ga geen Pokémon Strength leren. Oké. Ik ga geen Pokémon een kut aanval aanleren. Een beetje goede normal aanval strength is. Ja, maar. Nu moet je een Pokémon meenemen die niet goed is. En anders heb je gewoon Pokémon bij je met Strength. Ja, nu moet ik een klote early meenemen. Ik haat hem. Fake vet ook nog, hè? Ook nog niet eens huge power. Ja, daarom. Nobody cares about him. En terecht. Dat is normaal te gaan zoomen, hoor. Dat is gewoon een kut Pokémon. Ik hoop niet dat Milan kijkt, trouwens. Hoezo is dat een kut Pokémon? Dat is hartstikke vette Pokémon. Ik haat hem gewoon, omdat hij nu niet doet wat ik wil. Had je trouwens vandaag je eerste werkdag, of niet? Nee. Oh, is het volgende week? Volgende week, ja. Oh. Yep. Oh! Oh, wacht, ik zit... Het is geen gewone Nuzlocke, Sander. Ja. Funstor... Oh nee, wacht, dat kan ik niet zeggen. Die aflevering is nog niet online. Je kan het wel zeggen, doe maar. Wanneer komt deze online? Of hoeveel weken? Ik denk over 3 weken. Over 3 à 4 weken. Oké, dan is het misschien een kleine spoiler. Ik was op een gegeven moment in de Celadon Sewers natuurlijk. En in Pokémon Infinite Fusion. En ik was daar. En ik was dus heel vaak aan het rerunnen. Want ik kwam heel veel Zubats tegen. En andere Pokémon die ik al had. Toen op een gegeven moment, toen runde ik van een Grimer. En daarna had ik een Magnemite gevonden. Maar toen besefte ik me dus... Dat je die Grimer had... Die Grimer had ik ook mogen vangen. Ja. En nu heb ik daarvan gerund. En ik had ook al van een Fusion gerund. Dus ik mocht niks. De regel is, ik mag kiezen of een fusion of 2 Pokémon. Of de eerste 2 Pokémon die ik tegenkom, zeg maar. Oké. Okay. Dat is de regel die ik heb afgesproken. Oh, ik hoop echt niet dat je die Loudred als encounter krijgt. Dan run ik gewoon. Die heb ik al volgens mij. Heb ik die al? Heb ik die al? Een Wishmer? Ik heb die. Oh, jij hebt ook een Wishmer van de Wishmer Cave natuurlijk. Ja, dat dacht ik ook al. Maar ik heb hem vast een keer dood laten gaan. Of hij zit nog in mijn dingetje. Zo, dit is nou weer een mega pinsen. Doei! Hij is wel een bug type. Weet je... Ga ik Aaron gebruiken? Wel een vette Pokémon. Het is
Aircrawler is wel vet. Steel and Rock. Ja, misschien in plaats van Hurley of Shuppet. Anders, als ik hem toch niet ging gebruiken, had ik gezegd, fuck it. Maar ik wil wel kijken of ik hem ga. Hebben we ook nog in het donker... Ah, dit is echt een kut game. Je bent zelf een kut game. Ik haat AM's gewoon zo intens. Nee, ik ook. Daarom ben je natuurlijk een fan van de eerste games die HM's geschrapt hadden. Ja. Ja, ben je fan van Sun and Moon? Ja, fan is groot woord. Ik vind Sun and Moon eigenlijk echt superleuke games. Het enige kut is dat de tutorial zo kut is. Sun and Moon is ook... Kijk, men... Oké, misschien ben ik gewoon slecht in Pokémon. Maar mensen zaten te haten dat Sun and Moon zo makkelijk was. Maar ik had dus de experience share uitgezet. En ik had met een aantal battles had ik best wel opnieuw moeten doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik vond het niet terecht. Nee, en bij mij zit er ook gewoon heel veel nostalgie aan vast, zeg maar. Ja, weet je nog dat wij in zo'n Skype groep zaten? Elke week zo kijken dat er weer een nieuw filmpje was geplaatst met nieuwe Pokémon. Ik vond het echt zo leuk. Ja, en toch... Waarom hebben alle trainers hier 6 Pokémon? Dat vond ik ook heel leuk, hoor. Maar wat ik ook heel leuk vond... En wat ik ook heel leuk vind, is juist als ze niet te veel weggeven. Ik vond het na Sun and Moon vond ik het iets too much. Wat gek is, want Sun and Moon was meer, zeg maar. Ja, Sun and Moon is echt wel ver uit het meeste. Ik denk dat het gewoon kwam omdat we toen met z'n allen deden. En dat maakt het leuk, maar... Ik zie inmiddels eigenlijk ook wel juist het mooie aan... Gewoon Lugia, wat is dit, maat? Dit. Een Delta Lugia? Yep. Wat een... Nee, het is wel een leuke game, maar... Oké, welke trainer is dat? Dan ontwijk ik die. Dat kan niet. Die moet je doen. En ik denk namelijk dat... Want ik zag ook dat het een aparte naam was, zeg maar. Ik denk dat de makers van... Dat het één van de designers van de game is. Dus niet de hoofddesigner, Eknoid. Maar één van degenen die heeft meegeholpen. Maar ik ga dus verliezen door die Lugia, hè? Ik weet niet, zou die nog steeds flying type zijn? Dat gaan we nu achterkomen. Je hebt net een rock move gedaan, toch? Nee, ik deed surf. Oh, ground is super effective, dan weet je het alvast. Sander, ik ga Groudon gewoon gebruiken straks, ja, want ik ben weer vergeten om de om shiny te maken. Nou ja. Ik denk haast dat jij deze serie wel gaat winnen. Ik hoop het. Het kan nu aangezien nog. Aangezien jij 15 twee is geworden. Legends hebt en een Mega. En ik heb niks. Wat zei je nou als eerst? Twee Legends en een Hoezo Mega. Heb ik twee Legends? Je hebt jouw David? Nee, want die heb jij gekillt in een cage match. Oh. Ik weet niet of je dat bent vergeten al. Oh ja, weet je het zegt. Je hebt één Legend en een Mega en ik heb één Legend. Ja. Oké, er is nog kans, maar... Jij hebt wel een Ultra, Delta, Mega, Paranoid vorm, of zo. Ook dat is niet waar, want ik heb geen health items op hem. Dat is toch geen health item? Jawel. Je moet toch gewoon zo fijn. Oh. Nee, je moet die wel de orb vasthouden. Oh, dat scheelt weer. Ah,
misschien maak ik toch nog wel een kansje. Maar ik ben ook wel bang voor de Eevee. Ja, dat geef ik eerlijk toe. Ja. Oh, als ik nou Aeron heb, dan heb ik wel een super effective op de Lugia. Ik wou bijna opgeven, maar toen bedacht ik met dat. Nou jongens, tot... Oh, ik mag speed... Oh, ik had al speeder. Is dit ook... Oh, ja. Ik denk dat het steel type is. Snap je? Nee, het is gewoon een gewone ditto volgens mij. Maar hij heeft allemaal van die bouten. Eigenlijk had je dan niet moeten doen wat super effective tegen jezelf is. Voor de zekerheid. Hij is al dood, niks aan de hand. Cresselia, wat is dit allemaal voor een onzin? Wat gebeurt hier allemaal? Shit, man. Levitate? Maat, hoezo levitate? Ja, dat is wel normaal volgens mij voor een Cresselia. Oké. Ik geloof niet, ik heb nog nooit een Cresselia gebruikt. Volgens mij is dat Cresselia's normale ability. Kom op, Aeron. Weet je, shiny. Dit is dus waarom ik geen party Arnie heb, hè. Ja, dit is wel grappig moment. Oké, nu verkloot. Oké, nou ja. Waarom? Het weer. Als je dit terugkijkt en je kijkt mijn footage, nee, dan zie je dus dat elke keer als ik Sweet Sand doe, dat ik eerst naar rechts ga en dan, zeg maar, ik doe de hele tijd, ja, nu deed ik het snel, maar ik doe de hele tijd dit, in plaats van gewoon naar onder. Ik maak een soort P-vorm, wat onnodig is. Nu niet. Nu weet je wat ook onnodig is? Een Cresselia? Ja. Wat ook nog onnodig is, is mijn shiny bad luck. Ja, dat is ook wel onnodig. Dan kom ik weer. Soort van. Mijn kolen. Of good luck. Ligt er maar net aan hoe je bekijkt. Geen shiny. Oh, dat had wel een shiny mogen wezen. Oké. Dit was misschien een domme keus. Nee, dat was een hele slimme keus. Het was namelijk een Zorua. Een Zorua die een Zoruark was met door... door Impulster. Dat is wel lollig. Nice. Is hier een markt? Nee. Oké. Ik besef me net dat ik nog steeds geen pokeballs heb. Want die ultraball heb ik gebruikt. Dus ik ben heel blij dat het nog geen shiny was. Eigenlijk, stiekem. Zeker omdat hij een laag catch rate heeft. Dan was het misschien minder erg, want ik heb wel 9 Great Balls, maar... Ja, met laag is het omdat hij slecht te vangen is, zeg maar. Oh, zo bedoel je laag. Ja, oké. Hier weet ik waar die zit. Dus. En ik weet zeker dat hij hier wilt. Waterval.
Heb ik hier een item voor elkaar gevlogen? Nu ik er toch ben. Nee. Oh, Sceptile's Mega Ring. Oh, dan ik heb nu een playruff gedaan. Dat is wel super effective, want hij is nu een draakmannetje. Oké. Slam, doen we eens even normaal. Okay guys, we still alive. Nu ik nog. Wat als ik straks geen Pokémon meer heb in mijn box? Dan zou dat heel balen zijn. Nee, dan mag je 3 willekeurige routes kiezen om shinies te vangen, hè? Oké. Ik hoop het niet. Nou ja, blij dat het mag, maar ik hoop gewoon dat ik normaal kan doen. Voor een keertje. Oh ja, ik moet niet lopen, ik moet... Als hij nu meteen shiny is, dat zou wel funny zijn. Oké, minder funny. Yo, ik heb even chocolade hagelslag nodig, man. Waar zijn de fans hagelslag wanneer je ze nodig hebt? Dan heb je fans, de funnies. Fans. Ik heb de funnies nodig. Waarom duurt het ook zo lang? Dit game is ook zo traag. En ik heb hem al op 300 staan bijna, hè. Alsnog vind ik de game traag. Ah. Zul je zien, krijg ik straks een Zubat of een Loudred. Volgens mij ga ik helemaal verkeerd. Ik ben zo klaar met deze game. Ja? Oh nee, nog niet. Nee, nog niet. Ik moet nog heel Victory Road door trouwens. Bedenk me net. Kwam ineens in me op van, oh ja wacht, ik moet Victory Road nog door. Zit me niet mee met de shiny hunt. Ik heb echt al wel meer dan 20 keer... gedaan. Duidelijk. Geëncounterd, bedoel ik. Kom op. Ik wil gewoon die shiny. Ik snap wel dat Party Arlie me niet leuk vindt. Dat snap ik ook. Nee, dat is een grapje. Ik vind jou een lieve jongen. Cutie guy noemen ze jou ook wel eens. Kom op. Ah. Dit is sowieso weer een 6 Pokémon battle. Nee, 1. Nice. Wat fijn. Mewtwo. Oh nee, je hebt mond op. Ja. Dit is heel zwaar. Je kan het, Sander, en geloof me. En dan moet jij straks wachten. Die kans is aanwezig. Dat is geen eens meer een kans, dat is, gaat gewoon gebeuren. Ah, ik heb straks ook nog al die moeilijke fights, hè? Ja, dat is waar. En jij kunt easy sweep met je Mega, maar dat kan ik niet. Ik had toch hem in moeten zetten, David.
Had ik hem kunnen mega. Ik zie niks. Kom op! De game haalt mij. Koningdraak! Ik weet voor wie Econoid is. Of hoe heet die? Econoid? Econoid, sorry, Econoid bedoel ik. Hij is voor jou. Sorry, Econoid, dat ik je naam zo lelijk uitsprak. Ik weet niet of hij de hele serie kijkt of één aflevering. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat Econoid me sowieso al niet mocht, want de Shinies willen niet meewerken. Kutsubet! Rottenheid 1, ga naar je eigen land. Wow, we zijn wel op mijn kanaal, hè? Zoek een huis, Zoet. Ga terug naar Kanto of zo, waar je thuis hoort. Wow, wat een racistische uitspraak hier dan allemaal. Ja. Ik wil gewoon zo eentje met zo'n ander kleurtje, oké? Dat is ook racistisch. Hey, meestal zeggen de racisten juist andersom. Dus je moet net kijken in my defense, wat in je my met defense. Ander bedoelt. Meestal willen de racisten juist hetgene wat de meerderheid is, zeg maar. Ja, precies. En ik wil juist de minderheid. De niet-Zubats, de shiny Aarons. Rot op! Hebben ze niks beters te doen met hun leven? Nee. Wat ik wou nog een grap beter maken. Wat we kunnen doen, maar is de aflevering beëindigen. Als jij deze encounter hebt gehad. Want ik wou nog een grap maken en dat is in combinatie met die andere grap niet heel netjes. Dus dat gaan we mooi niet doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.